uit haar holletje en zag een grote appel liggen. Wat lekker, zei kleine muis. Die appel neem ik mee naar mijn holletje. Okay. En hier zit ook weer het holletje van de kleine muis. Dan doen we de bladzijde weer op. En dan zien we hier weer. Ze trok en trok, maar het lukte niet. De appel ging niet door het gaatje. Mijn huis is te klein, zei kleine muis. Ik moet op zoek naar een groter huis. En zo ging ze op weg. Wat zie je? Je ziet dat de appel, die een touwtje waar de muis aan trekt, ja. Dan probeert ze helemaal door het gaatje van het holletje. Ja, maar de appel is te groot voor dat gaatje. De appel is te groot. Nou, gaan we eens even verder kijken. He he, van dat zoeken krijg je honger, zei kleine muis. En ze nam een paar hapjes van de, even kijken, van de sappige appel. Er staat nog een woord tussen. Toen zag ze een holletje dat net ietsje groter was dan haar eigen holletje. Ze gluurde naar binnen en zei, dit lijkt me precies groot genoeg. Kijk. Kijk, zie je dit hoor? Ik ga hem even naar binnen kijken. Hallo, Mol. Jij kunt niks zien. Oh, ik weet niet, soms. Oh, ja, ik kan ook niks zien. Maar dan hou ik hem een keertje van jou af. Ik kan helemaal niks zien. Maar we hadden ook al gezegd dat we het verhaal toch al een beetje weten. Dus dan gaan we straks gewoon nog een keer. Doe ik hem nou even voor jou zo, dan zal ik hem zo even opladen. Hallo, Mol, zei kleine muis. Ik ben op zoek naar een groter huis voor mij en appel. Kan ik bij jou komen wonen? Nee, zei Mol. Mijn huis ligt vol boeken. Plaats voor jou en mij, mijn boeken en je appel. Nou, dan zoek ik verder, zei kleine muis. Kijk, zie je het? Kleine muis kijkt binnen bij Mol. Kun je zien? Ja, hier kan het